Nou, ik heb wel eens een keer een gesprek gehad met iemand bij de politie. Maar dan heb ik ook gezegd van, joh, kunnen jullie geen campagne houden dat het strafbaar is dat die honden op straat lopen? Ik heb er voor de rest nooit meer wat van gehoord. Maar ik vind eigenlijk dat het een taak voor het OLB is om dat een beetje naar buiten te brengen. Want heel veel mensen weten dat niet. Want de mensen die nu nieuw op het eiland komen, die denken allemaal, want heel mooi eiland, zonnetje schijnt. Er mag alles gebeuren hier. Maar het is al jaren, vanaf 1998, is het al strafbaar. Staat het in de hondenverordening dat dat niet mag. En toch doet men dat. Ja, vroeger kon dat, want toen waren er een stuk minder inwoners. Dan had je geen last dat er één hondje op straat liep. Maar tegenwoordig, je kan bijna geen lege kavel meer zien. Er is altijd, woont er iemand. Dus er zijn ook veel meer honden bijgekomen. Heeft u een boodschap voor iedereen die een loslopende hond heeft? Nou, ten eerste zorg dat je hond op je eigen terrein is. Maar ook voor de mensen die ermee te maken krijgen dat zo'n hond op hen afkomt. Wat ik al net zei, probeer heel rustig te zijn. Probeer niet met je handen te gaan wapperen en dat soort dingen, want dan denkt de hond dat hij geslagen gaat worden. Of probeer de hond niet weg te schoppen, dan gaat een hond bijten. Probeer rustig te blijven, probeer niet direct oogcontact met het beest te hebben. En probeer gewoon heel rustig weg te lopen. Ja, als dat beest dan wel wat gaat doen, ja dan ja, het klinkt heel lullig, maar je probeert er toch gewoon vanaf te komen en kijk uit. En waarschuw wel de politie, maar het is de eigenaar, die moet een bekeuring hebben. En dat kan op het ogenblik niet. En ja, dus het wordt niet beter op deze manier. We blijven honden schieten en de honden hebben het eigenlijk niet gedaan. Een agressieve hond wordt niet geboren agressief, die wordt agressief gemaakt. Er zijn heel veel mensen die maken een hond agressief omdat ze dan denken dat ze een waakhond hebben. Wat helemaal fout is, die gedachte. Maar er zijn natuurlijk ook heel veel honden die hun terrein proberen te beschermen. Maar die zijn echt niet agressief. Maar ja, die gaan gewoon achter iemand aan, die blaffen. En ja, nogmaals, als je een keertje weg probeert te schoppen, ja, dan denkt die hond, hey, vlees, ik bijt erin. Dat is bijna niet anders.